talk anymore like we used to do. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe video. En in deze video behandelen we de 10 hoogtepunten van Storming Scotland. Echo starters across the room. Op plek 10 staat dat we 's avonds altijd, nou 4 keer hebben we dat gedaan, gingen we maffiawolven, wat een soort andere vorm van weerwolven is. Maar dan met een maffia en terroristen en dat soort dingen. Was super spannend en super leuk. Ik heb daar niet heel veel van gefilmd, omdat niet heel veel mensen, spelleiders, het leuk vonden als ik midden in het spel aan het filmen was. Maar het was in ieder geval een geweldige besteding van 's avonds. Wel degelijk maar 1 maffialid trouwens. Het is toch echt zo? Hè? Ja, meneer Wolters. Zou ik meneer Wolters dat goed? Ja, what the fuck? Nu mag ik wat voor je gaan slapen. Je hebt slaap. Wie ga je vandaag? Van voorspellen. Je slaapt? Dan ga je doen. Ja. Echo starters across the room. En dan gaan we door naar de volgende, de 9e plek alweer. Dat was wel echt de verjaardag van Vosse en de anderen natuurlijk. En ik had voor Vosse had ik zelfs iets uit Nederland meegenomen, wat ik hem presenteerde als het bompakket. En die vlog is ook gewoon insane goed bekeken. Maar dat was gewoon een superleuk moment in de vlog. En dat kunnen jullie hier even zien. Beste Vosse, hartelijk gefeliciteerd met je 13e verjaardag was het. En dan krijg jij van mij dit bompakket met zijn tekst erin. Heb je door de douane gekregen? De zendtekst niet, de pakketje wel. Ah, nice. Maar toen ging het een beetje slecht, want we wouden ze hem open hebben. Dus ik heb een heel klein scheurtje gemaakt. Als we dan toch over bommen hebben, gaan we meteen door naar plek 8. Op plek 8 staat Harmen met het bomvest. Wat ik de allerlaatste dag droeg bij de hike die we maakten op de allerlaatste dag. Droeg ik een legervest, wat iedereen een bomvest noemde. Daar kan je nu even een stuk over zien. Ja. Bomvest, welkom. Waarom is er een bomvest? Iedereen zegt dat dit een bomvest is. Ja, maar het is een bomvest. Nee. Luister, als je dit in het vliegtuig aan doet, dan komen we gewoon eens bij de Nederland aan. Ik ga het uitproberen. Dat gaan we testen. Nee. Met een bomvest in het vliegtuig. Beste titel ooit. Oké, vul hem vast met stenen. Gas, puur normaal. Ja? Doe je bomvest uit. Ik heb een bomvest aan. Nee, ik zei dat het niet uit. Nee. Darkness rises and all you do. Op plek 7 dan staat Malek. Dat is het dorpje waar we waren gekomen toen we met de Hogwarts Express waren gegaan. En Malek was echt een fantastisch dorpje. Het was daar leuk, we hebben daar vis en chips gegeten. Dankjewel Tycho. En superleuk dorpje, dus het was ook superleuke ervaring om daar te zijn. Harmen Frodo is het volgens mij. We staan hier in Malek bij deze mooie trein. Dit is een trein en dat betekent dat die als trein werkt. Darkness rises and all you do. Op de 6e plek staat dan wel de hike van de allerlaatste dag. De allerlaatste dag hebben we nog een berg beklommen van 800 meter hoog. En dat is grappig, want de groep die op stedenreis naar Ierland ging, die heeft als hoogste berg een van 750 meter beklommen. En wij hebben al met onze tweede berg, hebben wij al 800 meter gehad. En dat was gewoon een super leuke, gezellige dag. Dat je wel merkte van het einde komt in de buurt, maar het is nog steeds een super gezellige groep. Line, escape, while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Dan op de 5e plek, mooi in het midden, staat de dag dat we gingen zwemmen in het Loch Sealmeer. Dat was echt super leuk met de drie andere mensen waar ik daarmee gaan zwemmen in het meer van Loch Seal. En dat was een geweldige ervaring. Dus dat kan je nu hier even zien. And should the sky be filled with. Darkness rises and all you do.
Dan op de vierde plek staat wel echt de dag in Edinburgh. De allereerste dag was dat. En dat was gewoon een superleuke dag met een echte Schotse gids die uit Canada kwam. Maar dat maakte verder niet uit. En dat was gewoon een dag dat even naast al het hiken en alles wat nog zou komen, hadden we gewoon een rustige begindag in Edinburgh. En dat was gewoon een superleuke dag. Walters, kijk deze berg. Wow! Leven, alsof het je laatste dag is. Another star, you fade away. Dan op de derde plek staat wel echt dat we gingen met de Hogwarts Express. Wat wel echt een hele toffe ervaring was. Want het was een beetje een ouderwets treintje. Maar om hem uiteindelijk over die brug te zien komen en om er echt in te zitten was wel super leuk en super gezellig. Another star, you fade away. Dan op de tweede plek. Ik denk dat de meeste van de Schotlandgangers het op de eerste plek zouden zetten. Maar op de tweede plek staat wat mij betreft echt de beklimming van de Ben Nevis. De grootste berg van het Verenigd Koninkrijk. En die beklimming was best wel heel zwaar, maar het was super leuk om te doen. Met de hele groep, nou met bijna de hele groep volgens mij. Maar dat was ook echt een super leuke beklimming en een super leuke vlog. Ik kan het bijna niet meer aan. Ik merk gewoon het zuurstof tekort hier. We zullen zo meteen aan de zuurstofflessen moeten. En dan op 1. 1 is natuurlijk degene wat het allerleukste was van de gehele Schotland reis. En ik heb hier nog allemaal dingen staan die het niet gehaald hebben. Zoals Urquhart Castle, de kuilpaarden, de handgranaten in Edinburgh, de vliegreis heen en terug, het zingen in de bus, de paraplu van Rinse en Philip, de begraafplaats in Edinburgh, de weg kwijtraken met Lucas, Ligretto spelen, Lucas die op het dak van een hostel gaat, meneer Wolters die uitlegt hoe een trein werkt, Harme Frodo die te water ging in Malek, gratis vis en chips gekregen van Tycho en zo, en die jongens die probeerden om een colafles van 3 liter door een fontein te laten ontploffen om vol te doen met Mentos en dan denken dat dat echt werkte, terwijl daar maar al lang had gezegd dat het geen kans van slagen had. Nou, al die dingen hebben het niet gehaald om op de allereerste plek te staan. Darkness rises and all you do. Wat mij betreft was de allereerste plek van Storming Scotland de dag dat ik samen met Luca in het Loch Ness meer ging zwemmen. En dat kan je hier nog even zien. Is het aangeraden om in Loch Ness te gaan zwemmen? Dat is weer zeker niet. Hangt er vanaf hoe lang je zwemmen wil. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe top 10 op dit kanaal. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij de volgende video. Tot later!